1977 is het bouwjaar van deze, wat mij betreft dus, jonge man. Uh, maar goed, daar kan je dus al verschillend naar kijken. Tim Soers is uh, hoogleraar landschaps- en ecologische geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen. Landschaps- en ecologische geschiedenis, dat is toch wel iets prachtigs, hè? Uh, Tim heeft eigenlijk wel een paar hele mooie dingen daarover. Hij zegt bijvoorbeeld. Uh, Milieugeschiedenis is altijd sociale geschiedenis. Dus eigenlijk bestudeert hij de interactie, de liefde voor. Vlaams hè. Raymond van het Groen, de liefde voor. Maar ook de conflicten die er zijn tussen mens, natuur en hoe die dat proberen. ...met elkaar zich te verhouden. En een van de woorden die hij zo meteen gaat gebruiken daarin... ...en voor wie het niet gezien heeft, kijk even de uitzending terug van Focus... ...van afgelopen maandag. Daarin zat eh, niet alleen Tim, maar nog een andere Vlaamse beroemdheid, eh, Patrick. Eh, eh, en het woord wat hij daarin gebruikte, gaat hij zo meteen ook weer doen... ...is polderkapitalisme. En dat is zo'n woord waarvan je denkt, hey, dat bestaat helemaal niet. Maar het bestaat wel... En Tim heeft het uitgevonden en daarin legt hij in die uitzending uit hoe dus de mens probeert zich te verhouden tot de zee, tot de omgeving. En hoe dat met rechte lijnen misschien op korte termijn best wel succesvol lijkt, maar je kan je vraagtekens stellen voor de lange termijn. Dus daar heb je hem weer hè, de eerste generatie en de volgende generaties. Mark, jullie warme aandacht en een hartelijk applaus voor Tim Soers. Dank je wel. Goedemorgen. En wat een eer om uh, jullie hier vandaag in Burgers zo als eerste uh, plenaire te mogen toespreken. Ik ben een, een, een Vlaming en ik kom eigenlijk, de meeste mensen hier zijn wellicht uit Nederland. Ik ben een Vlaming die eigenlijk Nederlanders komt vertellen dat we Nederland helemaal niet moeten beschermen tegen overstromingen. <laughs> maar wel tegen overstromingsrampen. En daar zit een cruciaal verschil. Uh, 2050, wereldwijd 1 miljard mensen die eigenlijk één, ja, twee zeg maar meter boven de zeespiegel zullen wonen. En die dus kwetsbaar gaan zijn voor overstromingen. 1 miljard 10 procent van de wereldbevolking. Is dat, waanzin? is dat waanzin? Als je de geschiedenis van de Noordzee een beetje kent, dan denk je onmiddellijk van oei, daar is een probleem. Want we leven in tijden van zeespiegelreizing, maar eigenlijk die zeespiegelreizing is misschien nog niet het grootste probleem. Het oude en nog steeds reële probleem zijn stormvloeden. Stormvloeden op de Noordzee die eigenlijk altijd hetzelfde verloop kennen. Dat zijn stormen, eh, kern van lage druk, wind tegen de wijzer in, ontstaat ten, ten zuiden van Groenland en beweegt dan het noorden van Schotland, buigt af richting de kust van de lage landen. En daarachter. Een enorm windveld dat zich ontwikkelt, duizend kilometer lang die wind die loodrecht inbeukt op onze kusten. Als dat gebeurt tijdens de periode van springtijd, dan krijg je een stormvloed. En wat dat voor gevolg heeft, ja, dat weten we natuurlijk allemaal. 1953, 1836 slachtoffers. Nog even. In de verte zien we al de enorme gaten die het water in de dijken heeft geslagen, waardoor schouwen en duiveland vrijwel geheel onder water kwamen te staan. Ik dit voor een reden, die huizen. Die huizen zijn waar het mee om te doen is. De verwoesting, de polder onder, kennen we. De gaten in de dijken. Maar die huizen... Ja, die huizen staan eigenlijk min of meer droog. Die huizen staan, de polder staat onder. De meeste van die huizen staan eigenlijk ja, iets hoger, net iets hoger. En de stevig gebouwde huizen die staan er nog. Overstromingen zijn geen aardbevingen. Dit zijn problemen waar je, je eigenlijk wel tegen kunt wapenen. Hoe komt het dan dat er doorheen die Nederlandse geschiedenis zoveel episodes zijn waar honderden duizenden mensen het slachtoffer van werden, waar honderden duizenden mensen in gestorven zijn? Dat is geen evidentie. En er zijn ook heel wat tegenvoorbeelden te geven. Dit is zo'n tegenvoorbeeld: 1651, dat is de Gouden Eeuw van Holland. Amsterdam, 200.000 inwoners, op het hoogtepunt van zijn macht. En de dijken breken, de Sint-Antonisdijk, een deel van de Diemerdijk, ten oosten van de stad, breekt door. En de pas drooggelegde Watergraafsmeer of Diemermeer vloeit onder. Is dat een catastrofe? Al die kapitale buitenplaatsen van de Hollandse regenten staan onder water. Wat lees je dan in de kranten? Haha. Groot jolijt in Amsterdam natuurlijk hè, omdat ze daar ja, de rijken en machtigen hun villa's onder water zien staan. Maar de stad zelf staat ook onder. De stad zelf op de Warmoestraat, de Nieuwe Dijk, de Kapelsteeg, daar moet je met schuitjes varen en het koopwaar eh, drijft door de straten. Maar zulks, zo zegt de Hollandse Mercurius, zulks heeft een arbeiders op die tijd niet verdroten. Aangezien zo heerlijke daglonen welke doen gegeven werden voor hun hulp. Je kon daar goed geld verdienen. Huh? Ja? Dat was geen catastrofe. Je kon daar goed geld verdienen met het koopwaar bij elkaar halen en met dammetjes opwerpen, zodanig dat het water niet verder stroomde waar het niet moest stromen. En zelfs in 1953 is dit ook een deel van het verhaal. Mijn stad Antwerpen, 1953 nog steeds de allerhoogste waterstand ooit gemeten. We weten niet of het ooit al hoger is geweest. De stad. Stond onder water. Tenminste, die delen van de stad die in de eeuwen daarvoor altijd onder water stonden bij een grote stormvloed. Uh, dat wil zeggen, de laaggelegen gedeelten, niet de Middeleeuwse stad, want die ligt hoger, maar wel het noorden van de stad, waar ook op de paardenmarkt men ook weer datzelfde verhaal. Grote hoeveelheden katoen en andere waren uh, die op straat uh, uit de kelders zijn komen drijven en, 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 en op een schrikwekkende manier. Het stroomde het water overal. Zijn er slachtoffers? Ja. Ook hier zijn een paar slachtoffers, twee met name, te betreuren. Ook weer, laaggelegen plaatsen onmiddellijk aan de, West, aan de schelde. Een oude vrouw van 70 jaar, die eigenlijk het water in haar huisje zou binnenstromen, zich nog op een kast in veiligheid heeft willen brengen, maar gevallen is en verdronken is. Tragisch natuurlijk, maar als je. Die bewuste straat in Antwerpen bekijkt, dan zie je daar nog een paar van die huisjes. En dan kan je je voorstellen, als je daar op de benedenverdieping leefde in 1953, net na de Tweede Wereldoorlog. Er waren nog mensen die enkel in zo'n benedenverdieping leefden. Uh, en je bent 70 jaar, het water staat anderhalve meter hoog. Dat is gevaarlijk. Dat is natuurlijk een verschil. Met die 1836 doden in Zeeland. Maar in beide gevallen is de cruciale vraag eigenlijk: waarom zijn die mensen kwetsbaar voor overstromingen? Dat is geen evidentie. Waarom zijn die kwetsbaar voor iets wat eigenlijk niet zou moeten? En dat wil ik jullie in de rest van mijn verhaal, aan de hand van acht korte verhaaltjes, even duidelijk maken. En zeven gaan over water, maar het eerste gaat over patatten. Het gaat over aardappelen. De grote Ierse hongersnood. De aardappelcrisis van 1847, Black 47 in het collectieve geheugen van de Ieren. Black 47 toen de aardappeloogst mislukte door een schimmel uh, en, en, en er geen eten was in Ierland. En de Ieren massaal verhongerden. Oh. Ziektes die, die daarop braken. Begin van de massale migratie naar, naar de Verenigde Staten, 1 miljoen ieren. minder op drie jaar tijd. Uh, heel tragisch, en vooral in het Ierse collectieve geheugen. Het was de fout van de Britten. Want de Britten, de Engelsen die toen Ierland bestuurden, hebben de Ieren laten verhongeren. Dat is de Black Legend of 47. De Britten hebben de Ieren... Ze hebben niet genoeg gedaan om die hongersnood te bedwingen. Maar een paar jaar geleden was ik op een congres over hongersnood. Ik werk over rampen in het verleden. En ik hoorde daar een Ierse historicus de recente stand van het onderzoek presenteren en hij zei: daar is niks van aan. De Britten hebben gedaan wat ze konden om de Ieren te beschermen. Het, het, het beschikbare voedsel dat er was hebben ze zo efficiënt mogelijk uitgedeeld. Alleen was er niet genoeg voedsel. Er waren simpelweg niet genoeg aardappelen. En naast mij zat een Brits historicus en die zei: ja, yeah, sure, they did what they could. But why were there so many potatoes in Ireland? Waarom waren er zoveel aardappelen, zoveel patatten in Ierland? Waarom was die hele Ierse bevolking afhankelijk van één product aardappelen? Als die oogst mislukte, ja, dan stierven mensen. Maar dat is niet evident, dat hoefde zo niet te zijn. Daar zit de echte wortel van de kwetsbaarheid. De roots van de kwetsbaarheid zijn niet in het feit dat de oogst mislukt, de roots van de kwetsbaarheid zitten in het feit dat de mensen afhankelijk zijn van één product. En daardoor natuurlijk zo'n schimmel immense ravage kon aanrichten. En eigenlijk, ik vertel jullie dat omdat het verhaal van de stormvloeden exact hetzelfde is. Het probleem is niet de stormvloeden. Het probleem is niet het water. Dat komt en dat is altijd gekomen. Er zijn regelmatig. Grote stormvloeden en één keer om de 100, 150 jaar is er een zeer grote stormvloed. Duizend jaar aan het stuk, altijd hetzelfde patroon. De vraag is waarom leven mensen op risicovolle plaatsen? Dat wil ik begrijpen. Terug naar Zeeland, 53, ouderkerk op Duiveland. 91 mensen gestorven, maar niemand daarvan is gestorven in de oude middeleeuwse ring van het dorp. Die ring stond gewoon. Grotendeels droog of een klein beetje water. Die ring is een oude terp. Die huizen staan hoger. Mensen in 1953 die daar woonden, die overleefden het wel. De mensen zijn gestorven in laaggelegen dijkgehuchten, onmiddellijk aan de dijk. Uh, dat is waar de mensen van Auwerkerk gestorven zijn door de watersnood. Ons hele idee over. Watersnood, overstromingen, is gebaseerd op een grote mythe. En die mythe die noemt Wij tegen het Water. Wij tegen het Water bestaat uit twee delen. Eerste deel, de zee is een ongelooflijke vijand. En de zee is altijd een ongelooflijke vijand geweest. Doorheen de geschiedenis hebben we altijd gevochten tegen het water. Van de Kimbrische vloed in de Romeinse tijd tot de boomstortvloed bij de Karolingers. Uh, de middeleeuwse Elisabeth vloeden de ramp van 53 altijd hebben we gevochten tegen het water. Tweede deel van de mythe. Oei, ik ga te snel. Ik ga te <laughs> Tweede deel van de mythe: de zee is een ongelooflijke vijand, maar wij kunnen die vijand te baas. Met ons vernuft, met onze ingenieurs kunnen wij dat water bedwingen. Dus dat leidt in 1953 tot de vaststelling van het kon allemaal nog veel erger als een stormvloed. Het springtij en het hoogtepunt van de storm nog meer samengevallen, stond het water misschien nog 140 centimeter hoger. Maar de redding is nabij. We kunnen waterkeringen bouwen die zorgen dat dit nooit meer zal gebeuren. Is dat de enige logische conclusie? Nee. Aan de overkant van het kanaal, in Engeland, geeft Winston Churchill aan zijn oude compaan uit de Tweede Wereldoorlog, Viscount Waverley, de opdracht om die stormvloed te onderzoeken. En de Waverly Commissie komt tot een heel andere conclusie. Even the cost of protecting the entire coast against conditions like those of January last year would be prohibitive. We kunnen de hele Engelse kust niet gaan beschermen tegen dit soort uitzonderlijke omstandigheden. Misschien moeten we op zoek naar een alternatief voor het wij tegen het waterverhaal. En dat alternatief vinden we in de geschiedenis. De geschiedenis van die duizend jaar stormvloeden. Duizend jaar terug in de tijd woonden mensen op terpen. Mensen woonden op terpen. Niet alleen in Friesland, goed in Vlaanderen, in Zeeland, in Engeland, woonden mensen op terpen. Ofwel woonden ze aan de rand van de kustvlakte, waar je droge voeten hebt, in een voor het overige nat gebied. Alleen is men duizend jaar geleden en dat is heel merkwaardig dat men zowel in Engeland als in de Lage Landen, als in de, aan de Duitse en Deense kust, ongeveer op hetzelfde moment begonnen is met die transitie van terpen naar dijken. Overal, ongeveer in dezelfde periode, krijg je voor het eerst dijken. En wanneer je dijken hebt, betekent ook dat je het land achter die dijken intensiever kan gaan bewerken en daar ook kan gaan wonen. En pas wanneer je dijken hebt. Kan je dijkdoorbraken hebben? Kan je overstromingen hebben? En het is dan ook geen toeval dat de allereerste overstromingsramp, de allereerste betrouwbare berichten over dijkdoorbraken, die op grote schaal het land onder water zetten en voor problemen zorgen, uit 2014 afkomstig zijn. Toen waren er dijken, toen waren er voor het eerst dijkdoorbraken. En vanaf dan zien we. Dat we op gezette tijden diezelfde problemen terugkrijgen. Wil dat zeggen dat we vanaf dan altijd grote watersnoodrampen hebben? Nee. Overstromingen hoeven geen rampen te zijn en ze waren dat lange tijd niet. Als archeologen een middeleeuwse dijk aansnijden, dan vinden ze heel veel dijkdoorbraken. Zo'n middeleeuwse dijk dat is kaas met gaatjes. Het water is daar heel vaak doorgegaan. En je ziet dat ook in het landschap. Dat zijn krinkeldijken, kronkelige dijken. Met op de plaatsen waar het water doorgaat, gaat, daar gaat het een gat uitschuren en men bouwt daar mooi een nieuwe dijk rond, een wiel met een, 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 een dijkje er rond. Dat gebeurde heel vaak en dat was niet problematisch. Als we die schade van zo'n overstroming kunnen bekijken, dan zien we ook dat ja, er is het jaar daarna verminderde. Economische opbrengst, verminderde landbouwopbrengst in gebieden die onder water stonden. Maar dat is 10, 20 procent, dat is niet massaal. En zelfs in een gebied dat onder water stond, werd het jaar daarop opnieuw geoogst. Dat was blijkbaar niet zo dramatisch allemaal. De reactie was massaal, die dijken werden keer op keer opgelapt, hersteld. Zo een, het is niet alleen een kaas met gaatjes, het is ook een soort van. Ja, heb je kaas die uit laagjes bestaat? Uh, mijn kaasmetafoor stopt hier. Alles sinds, middeleeuwse dijk, dat is labwerk. Er wordt voortdurend daar gewerkt en voortdurend een stukje bij. Uh, in dergelijke omstandigheden is het waarschijnlijk dat die middeleeuwse stormvloeden, dat die duizenden, tienduizenden slachtoffers uh, eisten. De Elisabethvloed van 1421, die de grote waard bij Dordrecht onder water zette, de Biesbos creëerde. 10.000, 100.000 slachtoffers, zegt Wikipedia. Nee, natuurlijk, dat is complete fictie. Dat is onmogelijk. Er wonen niet zoveel mensen, maar het is nog om andere redenen ook onmogelijk. Beeld u in dat grote gebied met 20 dorpen en een aantal dijkdoorbraken. Men heeft recent, toen het 600 jaar geleden was, proberen becijferen hoe hoog dat water zou gekomen zijn bij de toenmalige stand van zeespiegel en land. En men kwam tot 30 à 90 centimeter, afhankelijk van de locatie. Dus dat is niet het soort condities waarin tienduizenden mensen om het leven komen. Dit is geen bijbelse vloed, wat latere schrijvers er ook van gemaakt hebben. Hoe komt het dan dat de grote waard verdronken is en de bisbos gecreëerd? Dat is iets helemaal anders. Dat is een menselijk verhaal. Het zuiden van die grote waard dat was één veengebied. Dat veen had men de eeuwen daarvoor gedraineerd. En als je veen draineert, dan zakt dat in elkaar. Het was een laag gebied dat langzaam volstroomt en wellicht niet meer echt de moeite was om onmiddellijk droog te leggen. Bovendien zat je in een burgeroorlog. De hoeken en de kabeljauwen, als u dat iets zegt. Hertog Philips de Goede van Bourgondië tegen zijn nichtje Jacoba van Beieren. En vijf jaar lang werd er geen hand uitgestoken aan het dijkherstel, omdat Dordrecht. De kant van de hertog koos en de waard eigenlijk de kant van Jacoba koos. Dus dat is de reden dat de Biesbos ontstaan is. Niet een of andere bijbelse vloed die alles overspoelde. Hoe overleefden mensen dan als het water kwam? Ook daar kunnen we in de Biesbos blijven. Honderd jaar na de Elisabethsvloed kwam een bootje voorbij met inspecteurs van de Habsburgse overheid. Uh, door keizer Karel gezonden. En die kwamen eigenlijk kijken in die waard, want die waard was verdronken. En ze dachten daar niet dan water en wolken aan te treffen. Maar groot was hun verbazing toen ze daar rondvaarden en daar heel veel leven zagen in die verdronken waard. Daar werd gevist, natuurlijk, grote zalm steken, kilometers lang. Maar er werd veel meer gedaan. Er daar daar waren hoge opgewassen stukken waar mensen woonden. Waar boerderijen stonden, waar aan landbouw worden gedaan, waar vee graasde, waar zelfs akkers uh, geïnstalleerd waren. Dat was helemaal niet verlaten. Die grote waard in 1421, zoals mijn collega van de Vuur in Amsterdam, Petra van Dam, zegt, dat was een amfibische samenleving. Een amfibische samenleving is een samenleving waar mensen kunnen overleven op het land, op het droge, maar ook in het natte. En eigenlijk heel die middeleeuwse kustsamenleving was een amfibische samenleving. En er zijn zo'n aantal amfibische strategieën. Sommige zijn heel simpel. Als je een boerderij hebt, dan hoort daar een boot bij. Daar hoort een toegang bij op een hogere verdieping. Je gaat niet alleen aan landbouw doen, je gaat ook wat natte activiteiten doen, zodanig dat je altijd een inkomen hebt, ook als de polder onder staat. Je gaat je boerderijen iets hoger zetten. Eén of twee meter maakt de verschil. Maar het gaat verder. Al die slaperdijken, al die binnendijken die men liet staan en die ervoor zorgen dat, als de zeewering doorgaat, de impact van die overstroming beperkt is. Het water wordt gecompartimentaliseerd. Het landschap is in vakjes verdeeld. Overstroming kan nooit een hele regio onderzetten. Schor voor de dijk laten. Natuurlijk, schor voor de dijk laten. Het werkt. Uh, en het werkt, we zijn het nu volop terug aan het ontdekken. We konden het een paar jaar geleden aan de Noordkust van Groningen het historische ervaringen vergelijken met actuele metingen. En dan zie je in 1717 17, de kerstvloed de stukken van de dijk waar geen schor voor was, die waren gewoon volledig weg. Maar de stukken van de dijk waar nog enkele tientallen meter schor voor was, die hielden veel beter stand en konden veel sneller hersteld worden. Dus ja, evident dat dat soort van buffers voor de dijken werken, gewerkt hebben en vandaag terugwerken. Voeg daarbij een soort ja, buffercapaciteit om water op te vangen in tijden van stormen. En je weet waarom we projecten als de Het Wiegepolder begonnen zijn. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg en het is niet alles. Het hoogtepunt van die amfibische cultuur in het verleden lag elders, en dat is dat laatste punt daar. Dat is het gemak waarmee men eeuwenlang nederzettingen verplaatste, dorpen, steden verplaatsen. We vinden dat van de Dollart in Groningen, helemaal langs de Zuiderzee, de veengebieden, eh, tot de Vlaamse en Zeeuwse kusten. Als de ecologische omstandigheden het vereisen, ging men de nederzetting verplaatsen. Heel lang dachten we van, dat zijn verdronken dorpen overweldigd door de kracht van het water. Maar dat is het niet. Dat zijn geen verdronken dorpen, dat zijn verplaatste dorpen. En niet alleen dorpen. Oostende langs de Vlaamse kust was een middelgroot stadje in middeleeuws Vlaanderen, is in de 14e eeuw twee keer verplaatst: 1334-1394. Twee keer naar achter. Meebewegen heet dat. De strategie die we vandaag opnieuw verkennen en waarover, denk ik, straks nog iets gezegd zal worden. De samenleving was amfibisch, maar ze bleef niet amfibisch. Dat is natuurlijk het punt. En als je Oostende, diezelfde stad, 200 jaar later bekijkt, dan zie je een heel ander kaartbeeld. Dan zie je dat de militaire ingenieurs het overgenomen hebben. Oostende is een vesting geworden. Een vesting die belooft de vijand buiten... De muren te houden. En de vijand, dat kon de Republiek zijn, dat kon Engeland zijn, dat kon Frankrijk zijn, maar de vijand was ook de Noordzee. De taal waarmee men naar de zee en de dijken is gaan kijken, was de taal van de militairen. En die zeggen één ding: hold the line. Wij geven niet toe aan de vijand. En als je naar die vroegmoderne dijken vanaf de 16e eeuw kijkt, dan zie je een heel ander verhaal. Die dijken worden niet zozeer groter, ze worden massiever. En de boodschap die ze meegeven is een totaal andere boodschap. Die boodschap zegt: wij zullen standhouden. Wij zullen u ten allen tijde beschermen. Dus kom maar veilig achter ons woon, dus veilig. Je, bent, je kan gerust zijn. Uh, de polders die me vanaf de 16e eeuw indijkt, zijn ook heel verschillend. En daar komt dat fameuze polderkapitalisme te kijken. Polderkapitalisme als de ambitie om eigenlijk uit dat natte gebied. Om daar één grote geldproducerende machine van te maken. En als je zo een 18e-eeuwse bedijking in het Westerscheldegebied bekijkt, kan je niet eens zeggen waar de zeekant en waar de landzijde is. Men polderde niet langer alleen hoge schorren in, men polderde ook slikken in. Men bedijkte water. Men creëerde land en geld uit water. Als een soort van triomf van het menselijk kunnen, de menselijke controle over de natuur, dat we zelf gewoon in het water nieuwe polders kunnen creëren. Waren er dan minder dijkdoorbraken? Ja, die werden iets minder frequent. Maar als ze gebeurden, waren de gevolgen veel catastrofaler natuurlijk. Als je zo'n wiel van een middeleeuwse dijk, klein, rond, vergelijkt met een wiel. Een overstromingsreliquie in het landschap van een vroegmoderne dijk doorbraakt, dan zie je het verschil. Als zo'n vroegmoderne, massieve dijk breekt, dan krijg je een enorm gat waar men een enorme dijk rond moet bouwen. Dat is letterlijk het verschil. Dat is natuurlijk veel gevaarlijker voor iedereen die achter die dijk woont, veel moeilijker te herstellen ook. En dat is het moment dat er effectief honderden en soms duizenden slachtoffers vallen bij overstromingsrampen niet eerder. Vanaf dan vinden we die uh... natuurlijk. De vraag is altijd zelfs dan wie zijn het dan eigenlijk die daarbij omkomen? En van 1570 tot 1953 moeten we ook zeggen dat niet iedereen kwetsbaar was. Ook in 1953 is de sociale bias bij de slachtoffers enorm. Niet iedereen was even kwetsbaar. 1717 17, in Groningen, ook daar een enorme sociale bias. Dat waren niet de grote klooster en provincie Meijers, zoals dat heet in Groningen. Dat waren landarbeiders in kleine huisjes, kwetsbare plaatsen. Altijd hetzelfde verhaal. Dat waren de mensen die stierven bij overstromingsrampen. Goed. Ja, de mens werd kwetsbaar vanaf de 16e eeuw. Sommige mensen zeggen mij van, ja, zou het niet kunnen dat er gewoon vanaf de 16e eeuw meer... Stormen waren, meer zware stormen. Het klimaat verandert vandaag, maar het klimaat verandert in het verleden ook. En het is wel opvallend dat we zien dat die overstromingsrampen altijd in bepaalde clusters opereren. Bepaalde decennia kennen meer stormen dan andere. Zodra we metingen hebben, zien we dat ook. Um, er zijn stormluwen en, en, en ja, decennia met meer uh, stormen. Het zou natuurlijk kunnen, geleidelijk aan kunnen we beter, kunnen we dat klimaat ook beter reconstrueren. Het zou kunnen. Er is zelfs een logica dat je in de middeleeuwse periode dat je weliswaar frequentere stormen had, wegens meer zuidwestenwinden, Atlantische stormen, die in de Noordzee geraken, uit het zuidwesten. Maar dat we vanaf de, wat men de kleine ijstijd noemt, de periode daarna, dat we meer van die noordwesterstormen hebben. Die zijn minder frequent. Maar dat zijn wel de gevaarlijke, dat zijn wel de intense voor dit deel van de wereld. Um, en dat is ook wat we de voorbije jaren zien. Voor 2000 zien we eigenlijk heel intense stormactiviteit. Na 2000 zien we minder van die heel hevige stormen. Dus je ziet dat in de watergetijden, er verandert daar iets. En dat heeft nog niks te zien met menselijk ingrijpen. Dat is gewoon die stormactiviteit waar toch iets verandert. Is het dan toch allemaal het natuurlijke spel van de stormen en het klimaat niet te snel? Hm? Want natuurlijk, die, ja, die stormen zijn soms intenser in sommige periodes dan in andere. Maar elke eeuw kent wel een aantal grote superstormen, zou je, zou je kunnen zeggen. En het grote verschil is toch wat de mens. Op het land doet. Het grote verschil is niet wat er op zee gebeurt, het grote verschil is wat de mens op het land doet. Ik vertelde daarnet al over de grote waarde, biesbos. De bodemdaling die de mens veroorzaakte door het veen te drijven, is veel groter dan, alles, dan welke zeespiegelstijging dan ook, zelfs de toekomstige. Een voorbeeldje, een laatste van ergens helemaal elders op de wereld: Tokio in Japan. Het is niet de Noordzee, maar het zijn dezelfde processen. Zeespiegelreizing, deze eeuw, een halve meter. We gaan naar een meter. Het ziet er heel slecht uit. Maar de stad Tokio is op 100 jaar vier meter gezakt. Vier meter. Dus... Ja, met klimaatverandering heeft dat allemaal heel weinig te maken. Hè. We veroorzaken onze problemen zelf en dat wist men in 1953 ook al. Mijn besluit. Kunnen we vrede sluiten met de zee? Kunnen we vrede sluiten met het water? Kunnen we terug naar die amfibische cultuur? Een stormvloed is geen aardbeving. We weten welke gebieden kwetsbaar zijn voor stormvloeden. We weten dat die stormvloeden frequent zijn. En we weten dat in principe de vele kleintjes ons, jullie vooral, alert houden voor die ene grootte die soms kan gebeuren. We weten ook dat een paar meter verschil echt wel ja, alles kan veranderen. Dus we schaffen dat? Allee, jullie schaffen dat. Uh, ik niet. Ik ben historicus. Maar, aber. Het gaat plots wel heel snel. Ik ben, zoals vele mensen, heel erg ongerust over wat er de laatste weken aan het gebeuren is. Niet mijn domein, maar het gaat heel snel. En natuurlijk, we schaffen dat als we dat land de ruimte geven om te bewegen. Het land is voortdurend aan het bewegen, horizontaal en verticaal. En er is nog een grote sprong te maken naar die dynamiek herstellen, naar die dynamiek terug. Uh, terug toelaten. Terug toelaten? Kunnen we gaan herstellen? Kunnen we natuur gaan herstellen? Natuurherstelwetgeving? Ik vind dat moeilijk. Je kan dat niet gaan herstellen. Nostalgie is geen optie. We kunnen niet terug in de tijd naar de middeleeuwse dijken. We kunnen niet de stad Oostende of de stad Amsterdam gaan, gaan verplaatsen. Dat zijn andere realiteiten. Dat gaat niet meer. Maar... Een aantal van die amfibische praktijken kunnen we wel herstellen. En we denken dan allemaal natuurlijk aan ontpoldering, aan het verhaal van de Hedwigepolder en al die andere voorbeelden. Dat is nuttig, dat is goed. Maar in het licht van wat ik verteld heb is het niet voldoende. Het is niet voldoende, ook als je ziet wat de enorme maatschappelijke weerstand daartegen is voor zo'n klein gebied zonder bewoners of bijna. Beeld u in dat je dat gaat massaal toepassen? Het gaat niet lukken. Er is een alternatief. En dat alternatief heet omgaan met overstromingen. Dat alternatief heet water over de dijken laten komen. Dat alternatief dat kennen we langs de grote rivieren tot de jaren veertig van de twintigste eeuw onder de naam overlaten. En eigenlijk kan je dat ook voor de Noordzee en de estuaria toepassen: overlaten zijn systemen die zeggen van we bouwen een veiligheid die toelaat om hoogwater buiten te houden behalve laten we zeggen om de 50 jaar als het echt wel heel hoog is dan weten we dat een bepaald gebied onder water komt te staan en dan gaan we ons daar ook naar richten dan gaan we de mensen die daar wonen en werken trainen om om te gaan met dat water want we weten dat het ooit zal komen. Dat wil zeggen dat we een soort ja, waterklimaateducatie, maar dan een ander soort, eentje die ervan uitgaat niet dat we het water ten allen tijde gaan buitenhouden, maar wel dat het water ooit zal komen en dat dat geen ramp moet zijn. Laat ons die vloedmerken die overal in het landschap stonden terugherstellen uh, en, en, en tonen eigenlijk aan de mensen van ja kijk hier in het verleden heeft dat water ooit gestaan. En dat zal wellicht teruggebeuren, maar dat hoeft geen ramp te zijn. Op voorwaarde dat we daar maar op voorbereid zijn. En misschien is die mindset veranderen naar we gaan het water ten allen alle tijde buiten houden, naar we aanvaarden dat er af en toe water zal staan. Misschien is dat wel een belangrijke uh, mentale switch die alleszins helemaal in lijn met de geschiedenis zou liggen. Ik dank u en ben benieuwd naar jullie mening. Prachtig verhaal. Ja, Ik geef u dat al dank terug. Dank je. Tim, um, je, je stelde de vraag inderdaad: vraag niet waarom er stormvloeden zijn, maar waarom leven mensen op deze plaatsen? Ja. Um, ja, je hebt ons een beetje meegenomen waarom. Uh, maar ja, goed, er zitten hier mensen in de zaal en ik ben er ook een van die, die zijn nog steeds een beetje in die mindset van het alleen de term al hoogwaterbeschermingsprogramma. Zou jij een alternatieve term hebben voor hoogwaterbeschermingsprogramma, hoogwateromarmingsprogramma uh, ja. ja. of waar het eigenlijk jullie? Allemaal, en mij ook om te doen, is wat wil je vermijden? Je wil dat hoogwater, op zich interesseert ons dat niet, wij willen vermijden dat daar slachtoffers vallen. Wij willen rampen vermijden. Dus we moeten ergens iets vinden van: we moeten ons niet beschermen tegen hoogwater, moeten we ons beschermen tegen watersnoodrampen. Ja. En dat zijn voor mij de twee heel verschillende zaken. Hey, volgens mij is dat echt een, een prachtige term ook. En ik vind, ja, dat Vlaams, dat, is, dat smelt ik altijd een <laughs> beetje voor. Nee, maar het, is een, het maakt een, echt een andere taal in ons los, inderdaad. Want we, we hebben, wij hebben het nu in Nederland over meerlaagse veiligheid. We kunnen het niet meer allemaal in het watersysteem oplossen. Dus we moeten iets met de ruimtelijke ordening en we moeten iets met de, omgaan met calamiteiten. Maar ook daar zit weer het. Berekende ingenieurstaal achter. Jij ja, had het ook de strijd tegen het water, de militaire. Dus misschien moeten we wel meer naar de taal van de ecologie, van nieuwe evenwichten, van omgaan met, van tijdelijke uh, situaties die weer mee gaan bewegen. Dus dank daarvoor. We hebben, jullie hebben allemaal uh, in jullie programmaboekje een aantal uh, velle, gekleurde velletjes gekregen. En we gaan jullie ook even vragen: een rode, een groene en een blauwe. En nu ga ik. Uh... En we gaan jullie even vragen uh, te kiezen. Ja, Water over de dijk moet kunnen en niet alleen in de gecontroleerde overstromingsgebieden. Wie is het daar groen mee eens? Ja. Blauw neutraal. Leek maar hoog. Ja. Vrij veel groen. Aantal rode. Ja. Is er een generatie? Ik zou zeggen over. Oh ja. Uh, <laughs> ja, mensen die zich ja. aangesproken voelen tot de oudere generatie, kunnen die even allemaal een kaartje omhoog doen? <laughs> of gewoon. Ja. Ja, daar zit, daar zit veel groen. Veel groen ook, ja. En nu komt natuurlijk even de gewetensvraag. Wie, wie woont er in een gebied waarvan hij weet, ja, maar daar loop ik ook het risico dat het water er overheen komt? Ja. Okay. Ja, daar is wel kennis van. Ja. ja. Uh, en dan heel eventjes, ik, ik kijk eventjes gewoon in de zaal. De, 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 de microfoon uh, loopt rond, hè. Uh, er was daar iemand die woont op een plek... Ja, daar. Uh, die woont uh, uh, niet... Uh, hoe zou je daar dan mee omgaan als het water over de dijk komt? Dan ben ik al weg. Want ik weet dat het kraak <laughs> komt. <laughs> ja. Want ik krijg gewoon vijf meter water in mijn buis. Ja. Dus dat is eigenlijk iets van, van uh, wat Tim ook al zei. Wees voorbereid. Weet dat als het water komt, dat je dus gewoon weg moet zijn. Dan is er geen sprake meer, zoals het in het jargon heet, van verticale evacuatie. Waarbij je mogelijk nog van je afvalt en verdrinkt, ja. maar je moet gewoon wegwezen. Ja. Communicatie. Mooi, mooi. Uh, uh, iemand die het niet eens is, Wie we, even de rode kaartjes. Nu is iedereen het ja, eens. Ja, die waren okay. er wel. Nee. Ja, maar, uh, oh, achterin is er een rode kaart. Waar, waar? Achterin daar. Achterin daar. Ja, sorry, geen kaartje, want ik was een beetje laat. Maar um, ik, ik vind de formulering van de vraag is wel vrij uh, nou, niet zo confronterend. Hè? Want het gaat uiteindelijk gaat het over um, hè, wat, wat vinden we het oké okay als er morgen een halve meter water in ons huis staat. En dan wordt de perceptie, denk ik, hiervan, heel anders. En heel veel gebieden in Nederland, daar kun je dat eigenlijk gewoon niet accepteren. Hè? Vijf meter, nou dan kan je je huis opnieuw op, opbouwen, al je huisraad vervangen. Dus hè, het. het het klinkt op deze manier klinkt het mooi, hè? nou moet kunnen. Uh, maar als het over onszelf gaat, dan denk ik dat we er toch wel wat anders over denken. Dus misschien uh, ja, dat, vol, volgens mij is dat wel een, een perspectief wat hier een beetje in ontbreekt. Het gaat uiteindelijk gaat het over mensen, over huishoudens. We wonen met 17 miljoen mensen op heel weinig grond onder de zeespiegel. Dus ja dan, uh, dan ben ik het hier toch niet mee eens. Dan zou je hier zeker gecontroleerd mee om moeten gaan. En, en uh, gecontroleerd. Plaats dat eens even in de tijd, want we hebben het hier over generaties. Hoe moeten we er nu mee omgaan? En ja, Iris, hoe ga jij er straks mee om? Maar eerst u. Ja, nou ik, ik, kijk, ik denk dat er best gebieden zijn waar je, waar je zegt, van, nou, als het hier over de dijk komt, dan de diepte valt mee. Hè, of, de, of de hoeveelheid volume. Uh, dus dan kan je daar best aangepast bouwen. Maar dat zijn altijd zijn dat lokale oplossingen. En uh, in een heel groot deel van Nederland, zeker achter, achter grote primaire keringen, kan dat op dit moment gewoon niet. En dan moet je. Echt vele honderden miljarden gaan verplaatsen. En dat, ja, dat is niet haalbaar. Dus um, ja dan komt toch een beetje de ingenieur in me boven, denk ik. Laten we het dan wel gecontroleerd doen. Uh, en uiteindelijk is water over de dijk laten gaan, uh, is daarmee ook een ingenieursoplossing. Alleen een andere. En volgens mij hebben we het daarover. Hè. Welke oplossing is waar het beste? Ja, mooi, dank. Ja, bedankt. Ik moest zelf ook direct denken aan een uh, fenomeen wat ik in Hamburg heb gezien, Duitsland. Daar hebben ze al bepaalde gebouwen waar ze gewoon zeggen: van oké, okay, soms staat het water een paar meter hoger. Ja. Uh, we sluiten gewoon alles af, zorgen dat het er staat. En ik vond dat fascinerend om te zien. Um, dat hebben we natuurlijk in Nederland absoluut niet. Als wij hier een paar meter water tegen steden die nu gewoon droog zijn gooien, dan ja, dat wil je inderdaad liever niet in je woonkamer hebben. Ja. Um, dus ik denk dat, dat daar. Zo'n soort bouwstel zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn. Nou gaat er super veel tijd overheen, en het is een beetje de vraag: hebben we die tijd? Maar uh, ik zou zo nog wel een toekomst kunnen zien, eventueel om wat meer water over de dijk te kunnen laten. Mooi. mooi. Uh, uh, nog, een, nog een laatste reactie ook van Tim. Het is niet toevallig een stad, Hamburg, die de laatste grote overstromingsramp, Noordzee-kustoverstromingsramp, 1962, over zich heeft heen gehad. Hè. Dus waar die herinnering aan. Die overstromingen en die dodelijke overstromingen nog heel, uh, heel levendig is, natuurlijk. Hè? Ja. Dus het is op zich wel interessant dat in zo'n stadje dat dan ziet. Dit is een thema uh, waar ik denk we er nog lang niet over uitgesproken zijn. Al is het maar omdat we nu ook wel in Nederland, maar ook in Vlaanderen, voor de keuze staan: waar gaan we wonen? Waar gaan we bouwen? Hoe gaan we dan bouwen? Dus... Dank voor deze uh, terugblik, uh, uh, duizend jaar, tweeduizend jaar en de lessen. Uh, dat was eigenlijk een mooie samenvatting. Hoe gaan wij leven met overstromingen? Ik geef hem nog een warm applaus, Kim Schröder.